Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Een groot deel van de dag hebben we met zonneschijn te maken gehad, maar de bewolking nam van het westen uit wel toe. Eerst sluierbewolking waar de zon nog wel doorheen scheen, maar geleidelijk werden de wolken wel dikker. Die wolken die kwamen vanuit het westen, vanuit Engeland en de Noordzee onze kant op en die wolkenband zal de komende uren steeds verder over het land schuiven. Het raakt bewolkt en er volgt ook regen. Want als we naar de neerslagradar kijken, dan zien we dat aan het eind van de ochtend en begin van de middag de neerslag voorzichtig Zeeland in begon te trekken. Het gaat allemaal niet snel, maar uiteindelijk zal deze hele Band over moeten trekken voordat het in de loop van de avond en vooral vannacht weer droog gaat worden. Dat het weer droog gaat worden dat laat de computeranimatie goed zien: het rekt neerslag over, morgen zonnige periode of zelfs redelijk zonnig weer, zeker in de loop van de dag. En dan neemt daarna de bewolking langzaam weer toe, want ons weer komt nog altijd uit het zuidwesten en daar zitten toch behoorlijk uitgestrekte wolkenvelden. Goed, voor vanavond betekent het dat er van tijd tot tijd regen valt, de temperatuur ligt rond de graad of 9 en als de regen eenmaal overgetrokken is zal de wind naar het westen draaien en bij zeekrachtig zijn windkracht 6. In de nacht hebben we met die wind overal te maken, matig tot krachtig uit een westelijke richting, de neerslag is verdwenen, het klaart af en toe op en de temperatuur daalt in het binnenland naar 5 of 6 graden. Dan morgen. In het oosten eerst nog wat uh, wolkenvelden. Maar geleidelijk aan wordt het ook daar overwegend zonnig. Net als in de rest van het land. Temperatuur tussen 8 en 10 graden. Wind neemt tijdelijk wat af en zal in de loop van de dag naar het zuidwesten gaan draaien. Het weerbeeld is wat wisselend. Donderdag neemt de bewolking langzaam toe. Blijft lang droog, misschien in de avond in het noordwesten wat regen. Vrijdag een paar buien met zonnige momenten tussendoor. En ook zaterdag is het zeker niet droog. De zon schijnt misschien af en toe. Maar er zal dus ook nog wel wat neerslag vallen. Temperatuur ligt donderdag tussen 6 en 8 graden, vrijdag en zaterdag op een graad of 8 gemiddeld. Nou, de temperatuur zal de dagen daarna een uh, behoorlijke onzekerheid laten zien. Want vanaf zondag zie je dat de kans op wat warmer weer aanwezig is, maar tegelijkertijd ook de kans op wat koudere condities. De pluim, zoals we hem noemen, loopt behoorlijk uiteen en we moeten dus concluderen dat de onzekerheid voor meer dan een week vooruit gewoon heel groot is. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl